Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb Liam al zover omgekleed. Sam is al omgekleed. En ik moet dadelijk Liam naar school brengen. En daarna moet ik met Jordi naar logopedie. Ja. Ja, duimert. Zullen we deze maar eens even... Zo, naar beneden. Je mag gewoon duimen. Mama trekt je mouw even naar beneden, vriend. Lekker stukje. Ik ga nog heel eventjes Joef naar buiten laten en dingetjes pakken. En dan kan ik de kinderen klaar verder maken en zorgen dat ze in de auto komen. Zodat ik Liam eerst weg kan brengen. En daarna met Jordi en Sam naar logopedie voor Jordi kan. Ja. Jordi krijgt altijd logopedie bij de Methielschool. Daar zit de logo bij in, weet ik het in ieder geval. De logo die Jordi al vanaf zijn geboorte heeft, zit daar. En ik ga nu eventjes de duowagen eruit halen. En dan gaan we een klein rondje lopen, want we zijn iets te vroeg. Maar dat is niet erg, want dan heb ik alle tijd om de kinderen eruit te laaien. Dus dat ga ik even doen. We zijn weer thuis. Ik heb Liam afgegooid op school. Ben met Jordi en Sam naar de logopediste gegaan. Jordi is weer thuis. Geef ze luier verschonen en heel eventjes fruitje geven. Ben je ook alweer wakker? Sammetje lag nog te slapen. Maar die is alweer wakker. Die heeft daarna zijn slaapje gedaan. Dus die ga ik ook fruitje geven. Wij hebben even Liam opgehaald. Liam is nu lekker een croissantje. Even Jordi ook, maar die geeft hier een stukje. We gaan nu naar huis. En Liam was gevallen op zijn hoofd. Ik ben klaar. Dus hier komt allemaal rond in het hoofd. Maar ja, hij weet wel dat thuis. Papa. Want ja, hè. Ik weet nooit. Nou, plek zit daar. Wacht. Daar. De drukte is weer voorbij. Jordi en Liam liggen op bed. Volgens mij slapen ze zelfs al allebei. Want ze waren echt allebei heel moe. Liam die heeft echt wel een dikke bult op zijn hoofd. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat het is. Ik ga gewoon even over een uurtje even kijken hoe en wat. En Sammy krijgt nu een flesje. Gaan we nou geven. Volgens mij is er iemand wakker. Hij was al wakker. Hallo. Wat is er? Maar waarom doe je altijd zo als ik jou uit bed kom halen? Wat is er aan de hand? Heb je nog steeds last van je hoofd? Dikke bult op je hoofd. De mama's handje geven. Oh, kriebelen. Nijni maakt alles goed, hè? Ja. Dat was jouw buik. Heb je trek? Heb je trek? Nee, oh, zullen we deze hier laten? Je hebt er beneden ook nog eentje. Even hier. Na. Nou, de Bambix bende is compleet, hoor. Ja, vind ik ook. Zeltje vrolijk, het. Jordi heb ik wakker gemaakt, maar hij is wel heel vrolijk. Ik ga zo even zijn luier doen. Liam is ook vrij vrolijk momenteel. Straks was hij heel chagrijnig. En Sam is ook vrolijk, want hij wordt vrolijk van die blije geit. Zoals je ziet, hè. En wat eten we vandaag? Ja, ik denk dat je dat wel kan raden. Toch? Of geen uitleg te geven, denk ik. Voor degenen die pannenkoek hadden geraden, jee, yeah, jullie hebben het goed. En we eten er appeltjes bij en spekjes.
Want het is lekker, hè, Liam? En natuurlijk Toppie. Vorige week hadden wij een brief gekregen. We hebben trouwens gegeten, gedronken, alles erop en eraan. Maar vorige week hebben we een brief gekregen van het RIVM, of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor het Pinter Corona onderzoek. En dit houdt in dat ze willen meer te weten komen over de immuniteit tegen het coronavirus in de Nederlandse bevolking. Iedereen die is uitgenodigd kan meedoen, jong of oud, bla bla bla. Nou is het zo dat wij die voor Jordi hebben gehad. En er stond niet in van als je niet wil meedoen, dan moet je het afmelden. Als je wel wil meedoen, bla bla bla. Nee, er stond alleen in van als je mee wil doen, bla 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 bla. Heel papierwerk. Wij gewoon doorgelezen, maar besloten om er niet aan mee te doen. Omdat wij van mening zijn dat Jordi momenteel heel veel onderzoeken al krijgt. En wij Jordi niet... In die zin niet willen lastigvallen met zoiets. Dus wij hebben daar niks over laten weten. Denk wel, dat papier kregen we vorige week. Een heel dik pak waar dus alles in uitgelegd stond. Nu krijgen we dus een brief voor een herinnering van die uitnodiging. Dus dan zeg ik net tegen Niels. Ik zeg, ze sturen weer zo'n brief. Maar meedoen is geheel vrijwillig. Voor mij voelt het een beetje alsof deze brief alsnog een beetje drama is. Dus Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het spijt me zeer. Mijn zoon doet hier niet aan mee. Mijn zoon gaat hier niet aan meedoen. Puur en alleen omdat hij al zoveel medische onderzoeken en de hele rattenplan heeft. Je hoeft ook geen brief meer te sturen. Want ik durf bijna te wedden dat we binnenkort weer een brief krijgen. Maar nee, Jordi gaat daar niet aan meedoen. En dat is niet omdat wij tegen corona zijn, voor corona zijn, whatever. Wij denken puur en alleen aan de... aan Jordi's gemoedsrust, gemoedstoestand. Want je moet een vingerprik doen. Daar ben je op de kant 5 minuten ben je bezig om dat zeg maar in dat buisje te krijgen. Nee, gaan we niet aan beginnen. Gaan we niet aan meedoen. Nee, ga ik Jordi niet aan doen. Ik ben hier een beetje aan het klooien. Ik ben naar zolder gegaan en ik heb mijn schoonmoeder maar eens naar beneden getrokken. Ik weet niet of je ze goed kan zien, maar dat is mijn schoonmoeder. Dat is natuurlijk een grapje. Maar ik heb alles een beetje herfst en Halloween gemaakt. Want ja, dat komt er nu namelijk dadelijk weer aan, hè. En ook aan deze kant. Ja, dus ik dacht laat ik het een beetje veranderen. Het leuk voor de kindjes ook. Dus ik ben wel tevreden. Ik vind het wel leuk. Een hele goede morgen. Jordi die is de auto aan het onderzoeken. Ook voor het eerst. We laten hem ook gewoon lekker kijken. Ben je erop, Jordi? Nee? Ik ben klaar om op ontdekking te gaan. Wilde jij dit botje hebben? Durfde jij die niet te pakken bij Jordi?
Ze zat gewoon al 5 minuten hier om te kijken naar dat bordje. Maar Jordi doet altijd chagrijnig tegen haar. Dus ja. Ben je blij met je bordje? Ja? Het vrouwtje die gered voor jou. Oké. Okay. Ja, nee, dag. Ik heb geen zin in al die aandacht. Ik heb continu al 3 jong. Jij bent de 4e, maar... Nee. Je hebt je bot, hè? Niet zo vervelen. Hé! Hey! Pas op, jij. Nee, niet tegenspreken. Hallo, ik heb er al 3 die tegenspreken. Pas op, jij. Plaats. Plaats. Nu. Moet ik je helpen? Plaats. Nu. Ja, wel. Plaats. Blijf. En Jordi vindt dat het al 10 uur is. Hallo jongen, het is nog geen 10 uur. Hij vindt dat tijd is voor een filmpje. Nope, gaan we nog niet doen. Ik vind het zo schattig, hè? Liam die ging bij Jordi zitten. Zo van, ik doe je wel helpen. Ik kan hier dus echt van genieten dat Jordi gewoon betrokken wordt bij zijn broertjes. En ja, het geeft mij zo'n goed gevoel. Zo van, je hoort er gewoon bij, jongen. Ik heb wel eens een keer de vraag gekregen. Wat als Jordi nou iets krijgt en je moet de keuze maken tussen je kinderen? Toen heb ik ook tegen die persoon gezegd. Ten eerste... Ik heb aan alle 3 mijn kinderen bij geboorte beloofd dat ik alles voor ze zou doen. Ten tweede, het zijn alle 3 mijn kinderen. Ja, ook die van Niels natuurlijk, maar op dat moment zei ik dan zo. Het zijn alle 3 mijn kinderen. En het zijn alle 3 schatjes. En ik hou me van alle 3 met heel mijn hart. Dus een keuze maken zou ik nooit kunnen. Ik heb ook wel eens een keer... Had ik een afspraak voor Jordi die heel belangrijk was. Had ik een afspraak voor Liam die heel belangrijk was. En toen heb ik ook gewoon opgebeld van luister eens, deze afspraak is heel belangrijk, dat weet ik. Maar ik moet nu gaan kiezen, dus ik moet een afspraak gaan verzetten. Maar ik wil wel allebei de afspraken. En toen kon ik het zo regelen dat ik een andere afspraak voor Liam had. De dag daarna. Maar wel dat ik allebei de afspraken kon hebben. Ik heb ook altijd gezegd, ik ga niet kiezen tussen mijn kinderen. Op het moment dat dat gebeurt, dan moeten we een oplossing zoeken waardoor dat niet hoeft. Dus, ja. Alle 3, mijn kinderen, zijn me alle 3 evenveel waard. Ja, ik ben zorgmoeder van Jordi. Want ik ben mama en zorgmama van Jordi. En ik ben mama van Liam en Sam. Er zit een verschil in de liefde van voor mij naar 1 van die 3? Nee, absoluut niet. Ik denk dat je als ouder zijnde doet wat je voor je kind nodig acht en nodig vindt. En ik denk dat je als ouder zijnde daar ook hele bewuste keuzes in kan maken. Jordi en Liam liggen op bed. Sam die ligt heel eventjes op de grond. Die is eventjes zichzelf aan het vermaken. En ik had bij de Kruidvat iets besteld. Iets wat er hier altijd doorheen vliegt zijn babydoekjes. Daar gebruiken ze eigenlijk vrijwel overal voor. Maar ja, die waren dus 2 voor
18 euro, 17 euro, nog wel, weet ik het. In ieder geval zwaar mee kopen. En dan doe ik ze altijd bestellen, maar dan bestel ik er nooit één, nooit twee. Nee, dan bestel ik wat meer. Dus ja, en ik had ook even gelijk luiers besteld voor Sam en Liam. Want als je, ja, ik moest ze toch hebben. En als je vanaf, als je tot 50 euro bestelt, dan is de bezorging gratis. En ja, ik moest het toch hebben, dus ja. Net zo makkelijk. En dan is dit de buit. Kunnen we weer even vooruit. Top. Het is gewoon zo dat... Ja, het is gewoon heel snel op zoiets. En ja, ik zeg tegen Niels ook. Ik zeg, ik moet het toch hebben. Dus ja, dan kunnen we het maar beter gewoon bestellen. Want ja, anders grijp je een keer mis. Dus vandaar dat ik het besteld heb. Dan ga ik nou heel eventjes zitten op mijn kont en kijken naar Sam. Wat hij allemaal aan het doen is. En dan ja, ga ik daar even eten en nou, die dingen dus allemaal. En vanmiddag als de kindjes wakker zijn, dan gaan we als goed is naar de stad. Want de kinderen hebben schoenen nodig. Of, nou ja, schoenen nodig, nodig. Liam moet nieuwe schoenen hebben, want die worden te klein. En... Jordi moet ook andere schoenen hebben. Want nou zijn er meer hogere schoenen. En dat is beter voor hem met lopen. Dus vandaag. Dus ja, we gaan straks op pad voor schoenen. Kijken of we slagen. Oké, okay, verandering van plannen. We gaan naar... Mijn broer en schoontjes. Ja, want we hebben een auto bij hun in de buurt gezien. Hun wonen in Haarlem. En we hebben een andere auto nodig. Dus wij gaan daarheen en dan gaan we morgen schoenen halen. Ja. Toch? Ja. Dus we gaan nu tanken en dan gaan we naar Haarlem rijden. Dus iedereen uit Haarlem, hoi! Nou, inmiddels is het 11:45. We zijn ongeveer 20 minuutjes thuis. De kindjes hebben weer in bed gelegd en ze slapen als het goed is ook alweer. En we hebben de auto gekocht. Ik kon niet alles filmen en ja, in ieder geval, we zijn bij de oom en tante van de kinderen geweest, bij de broer van Niels en zijn vrouw. En ze waren hartstikke blij dat ze de kindjes weer een keer zagen en het was hartstikke gezellig. En we hebben daar gegeten, gezellig, was hartstikke lekker. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, we hebben een Chevrolet Tacoma gekocht. Is vergelijkbaar met... De Ford Focus die we nu hebben, maar dan iets ruimer en 3 stoelen op de achterbank. Dat is belangrijk voor de kindjes. Dus ja, morgen die auto een beetje schoonmaken en ja, in ieder geval hè, ons dingetje ermee doen. En dan gaan we morgenmiddag schoenen kopen. Een hele goede morgen. Wij zijn vannacht gewekt door deze kleine rat. Die had alles helemaal ondergescheten. Alles zat helemaal onder. Toen heeft hij bij ons in bed gelegen. Toen zijn we opgestaan. Hebben alle kindjes fles gegeven. En we zijn ondertussen ook aan het opruimen. Want ja, daar zijn we gisteren niet echt aan toegekomen natuurlijk. Dus ja, maar het is zondag. En we gaan toch samen ontbijten. Want dat is hier gewoon iets wat hoort. Fruitje voor Sam. Een paar salades, aardbeidjes. Ik heb scrambled eggs gemaakt met kaas, ham en champignonnetjes, broodjes, een beetje komkommer. Dus ik zeg, smakelijk eten. Jordi, heb je ook een cadeautje voor papa? Ja, hè? Hij schopt gewoon de telefoon uit mijn hand. Hij heeft wel heel goed gegeten straks. Liam ook hoor, maar Jordi ook. Hij heeft heel goed gegeten. Hé hey Jordi? Jordi? Nee. Had je goed gegeten? Vogel. Ja. Hij had heel veel ei op, dus dat is alleen maar goed. En hij heeft een broodje op en aardbeidjes heeft hij op. Dus hij heeft echt goed gegeten. Liam, je mag iets niet doen, hè?
En papa reageert weer eens niet. En mama kan heel chagrijnig om worden. Hi. Dag scheetje van mama. Mijn lekkere stukkie. Ik vraag me wel eens af, wie er als vrouw zijnde, als moeder zijnde, als gezin zijnde nog wel meer herkent. Kijk, ik draai natuurlijk het huishouden en ik heb 3 kinderen om voor te zorgen. En het is misschien heel stom wat ik zeg, maar ik had laatst erover van, ja, kunnen we Jordi overvragen en wanneer is iets te veel? Maar we hebben dan gisteren een nieuwe auto gekocht. En, of ja, voor ons een nieuwe. Het is een tweedehands, maar het is voor ons een nieuwe. En Niels is die nu door de wasstraat halen. En meneer heeft daar alle tijd voor. Maar wij moeten dadelijk ook nog naar de stad. En ik moet mijn huishouden nog doen. Ik moet mijn was nog doen. Ik moet nog naar de winkel. Ik moet nog van alles doen. En ondertussen mag ik ook nog de kinderen doen. En dat is niet erg, hè? Want ik hou van mijn kinderen. Ik doe alles heel graag voor mijn kinderen. En ik neem graag de tijd voor mijn kinderen. Maar een dag heeft maar 24 uur. En hij heeft absoluut niet in de gaten wat ik in die 24 uur allemaal doe. Dat blijkt wel weer. Want hij is nu 1,5 uur weg. En Jordi slaapt nog steeds niet. Maar ik heb geen tijd om bij Jordi te gaan liggen. Omdat ik zoveel moet doen. Dus dat kind heeft eigenlijk niet geslapen. Dus die staat bloedzagrijnig. Maar ja, hè, dat is dan maar zo. Dat mag Niels dan zelf oplossen als we in de stad zijn. Maar gewoon het feit dat ik zelf ook wel eens flink overvraagd kan worden. Dat is vandaag de... gisteren was dat ook. Maar dat is nu aan de hand. Want ik denk bij mijn eigen van ja, hij moet nu heel eventjes zijn flesje laten zakken. En dan kan ik hem wel weer in zijn loopwagen dumpen. Maar ja, hè, hij wil natuurlijk ook even mama tijd. Net als dat Liam even mama tijd nodig had straks. En net als dat Jordi even mama tijd nodig had straks. Daar heeft Sam ook recht op. Dus die geef ik hem nu ook. Maar ik zit wel in mijn hoofd van, ja, maar ik moet nog dit doen. Ik moet nog dat doen. Ik moet nog zus doen. En ondertussen heeft hij alle tijd van de wereld. Want ja, hè, mama doet de rest wel. Want ik moet ook nog een tas inpakken voor dadelijk als we naar de stad gaan. Want ja, hè, stel dat er een kind gepoept heeft. Dan moet er natuurlijk even een luier verschoond worden. Want ik ga niet met een gepoept kind rondlopen. Dat doe ik gewoon niet. Zielig voor de billetjes. Zielig voor mijn neus. Hij gaat zomaar door. Dus ja, mijn dilemma. En ik ben best wel chagrijnig daarover. Het zit me echt even daar. Ik neem aan dat jullie de auto willen zien, dus die ga ik eventjes snel filmen. Want ik moet de kinderen klaarmaken. Het is de auto. Het is natuurlijk niet nieuw, hoor. Dit was onze vorige auto. Die gaat van de week weg. Dit is de auto. En dan hebben we zo'n heel handig ding. Oh, hij is open. Dit is de binnenkant. Ik heb hier geurpareltjes in gedaan. Dat dadelijk de auto lekker ruikt. En hier kunnen dan de 3 stoeltjes van de kinderen in. Voor degene die het iets interesseert, dit is de achterklep. En dan is dit aan de voorkant. We zijn eindelijk onderweg naar de stad. Kijken of ze mooie schoentjes hebben. En Niels? Ook naar deze kant gaan. Ja. Zoals jullie net zagen, hebben we schoentjes gevonden. We hebben allebei dezelfde voor zowel Jordi als Liam gevonden. Vonden we mooi. Toch, papa? Ja.
En we hebben even de buurman lastiggevallen. Ja, die heeft een frietzaak, de Boemerang. En die maken hun eigen mayonaise. En dat is super lekker. En onze kindjes krijgen daar ook geen uitslag van op hun gezicht, toch? Dus daar gaat het om. En ik heb zelf schoenen gekocht. Ik heb zelf schoenen gekocht. En we hebben voor die grijze dakduif ook nog wat gehaald voor dadelijk. Dus dan kunnen we dat ook weer apart leggen, hè papa? Een grijze dakduif? Ja. Wie is dat? 5 december. Oh. Dat is die een grijze dakduif, dat hij dat nog niet snapt. Ik zeg dat vaak zat, maar goed. In ieder geval, we zijn nu terug naar huis aan het lopen. En dan gaan we gauw eten. En dan is het weer avond. Doei. Ga niet meer lopen. Lopen. Kom. Doei. Heel even gauw laten zien. Hier hebben we de mayo van gehaald. En die is super lekker. Dit is echt een... echt super lekker maken. En dit zijn de schoentjes. Mooi hè? Wij vonden het in ieder geval helemaal geweldig. Kan een spijkerbroek op, kan een joggingbroek op. Daar ging het om. Dus wij vinden ze mooi. Hi. Kindjes slapen. Ja. Zijn eigenlijk vrij vroeg gaan slapen. Ja. Daardoor hebben papa en mama heel veel kunnen doen. Dan krijg je als Jordi geen middagdutje doet, hè? Maar wel heel moe was. En die al het laatste stukje heeft moeten lopen. Ja. Die? Oh-oh. Maar we hebben nog heel veel gedaan. We hebben hier gepoetst. Je hebt vuil weggedaan. Politieauto gerepareerd. En de auto ingeruimd voor morgenochtend, want morgenochtend moet Jordi weer naar school. Ik heb alle spullen klaargezet voor de kindjes voor morgenochtend en voor Jordi naar school te gaan. Was gevouwen. En dan is het nu tijd om... te gaan slapen. En deze ups en downs af te sluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.